A conviction that God made everybody great at something. Ik heb een overtuiging dat dat God iedereen heeft gemaakt waar dat hij iets heel goeds kan. Most people live all their lives and never find out what it is. Maar veel mensen leven hun leven zonder dat ze echt ontdekken wat dat is. My generation were never told we were great at anything. En onze generatie, mijn generatie, heeft nooit gehoord dat we ergens heel goed aan waren. So we just grew up and got jobs that we hated to pay the bills. We groeiden op en we kregen werk waar we eigenlijk helemaal niet van hielden, gewoon om de rekeningen te kunnen betalen. And we lived for weekends that we loved because at weekends we got to do our hobbies. En we leven voor weekenden waar we van houden zodat we de dingen kunnen doen die we eigenlijk leuk vinden. All of you young people in here. Maar juist ook jonge mensen hier in de zaal. We don't want you to repeat our mistakes. We willen niet dat jullie dezelfde fouten maken als wij. We want you early on in life to try to find out what God made you good at. We willen dat jullie vroeg in het leven al ontdekken wat God aan jou heeft gelegd, de dingen die jij goed kan. And then build your life and career around that genius you have. Dat je je leven en je carrière kan bouwen rondom datgene wat er in je leven is waar je zo goed in bent. Because the education system will not help you find that out. Want het onderwijssysteem is niet ingericht per se om jou te helpen om dat te ontdekken. Parents, listen to me. En ouders, luister goed naar me. The education system in the West is killing our children. Het onderwijssysteem in het Westen, dat is iets wat over het algemeen slecht is voor onze kinderen. Our schools are obsessed. Op deze gebieden, want onze scholen, with exam results. Die zijn geobsedeerd door examenresultaten. And passing tests. En het slagen van tests. That tell you nothing about your child's genius. Die niet per se jou heel veel leren over waar jouw kind goed in is. The question is not how intelligent are you. De vraag is niet hoe intelligent ben jij. The question is how are you intelligent. De vraag is hoe ben jij intelligent. In what way are you intelligent? Op wat voor manier ben jij intelligent? Some of the most successful, wealthiest people in the world. Sommige van de meest succesvolle, welvarende mensen in de wereld. Were total failures at school. Waren heel slecht op school. So never let school and exams define you. Dus laat school of examens niet datgene zijn dat jou alleen maar bepaalt. Every parent should get this for your kids. Dus iedere ouder, ik zou ze aanraden, deze is heel interessant. Because your kids have no money. Omdat je kinderen geen geld hebben. So you have to buy them stuff. Dus koop het voor ze. So young people, I hope this gets jonge mensen, ik hoop dat dit iets is wat je ook te horen krijgt. Then I've written some books. I've written 8 books. Ik heb ook 8 boeken geschreven. I'm an author, you know. Ik ben een schrijver. Oh, you're welcome. Dankjewel. And some of my books are out there. Sommige van mijn boeken heb ik ook meegenomen. And Hannah works with me, and she'll be out there staffing my resources table. En Hannah die werkt voor me, en zij is mee, en ze zal daar bij de resource staan. And social media, all you young people on social media. Alle jonge mensen, social media. All of you on social media. Iedereen hier op social media. All you social media people in the balcony. Alle mensen op social media op het balkon. All you social media on live streaming. Alle mensen die online meekijken. If you don't follow me on social media, als je me niet volgt op social media, heaven. Dan ga je niet naar de hemel. And I hate to have to tell you that. Ik vind het heel vervelend om dat te kunnen vertellen. But now I've told you, I'm not responsible anymore. Ik heb het je verteld. Ik ben niet meer verantwoordelijk voor datgene wat gaat gebeuren. On social media. Dus laten we ook hoe zeg je dat? Connecten. Now, this is how translation works, okay? Dit is hoe het werkt met een vertaler. I spoke English yesterday with no translation. Gisteren was het zonder vertaling. Today they're making me speak through translation. Vandaag moet ik door vertaler spreken. That was all part of Brexit. Was ook allemaal deel van Brexit dit hele gebeuren. So this is how it works. I am the father. Dus zo werkt het. Ik ben de vader. He is the son. Hij is de zoon. And the front row is the Holy Spirit. De eerste rij is de Heilige Geest. The father speaks. Vader spreekt. The son repeats. De zoon herhaalt. And the Holy Spirit offer him words if he gets stuck. En de Heilige Geest die geeft dan woorden op het moment dat de vertaler vastloopt. So you guys can't go to sleep. Dus jullie kunnen niet in slaap vallen. Because the Holy Spirit is down amongst the people. Want de Heilige Geest is ook daar onder de mensen. Me and the son are up in heaven. En de zoon en de vader zijn in de hemel hier. So you're more in touch with the street talk. Dus jullie zijn in aanraking met dat wat op straat de ronde gaat. So if our language is too heavenly, als onze taal te hemels is, you gotta break it down. Dan moet je daar even wat woorden voor roepen. Okay? But what must not happen is the son does his own thing. Maar wat niet moet gebeuren is dat de zoon zijn eigen ding gaat doen. And I'll know he is if I say something short and he says something long. En ik weet dat dat zo is als ik iets kort zeg, maar de vertaler zegt iets heel langs. Or if I say something not funny and when he repeats it you all laugh. En als ik iets niet grappig zeg en hij vertaalt, dan lachen jullie allemaal. I'll know he's doing his own thing. Dan weet ik dat hij zijn eigen ding aan het doen is. Just hashtag just saying. Dus All right, I'm going to read from John 5. We gaan lezen uit Johannes 5. We won't translate this part. Dat gaan we niet vertalen, maar je kunt meelezen op de beamer. Just to save time. John 5 and 1 to 15. Vers 1 tot 15. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. And now there in Jerusalem was a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades.
Here a great number of disabled people used to lie. The blind, the lame, the paralyzed, and one who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured, picked up his mat, and walked. My title of the message that I want to speak to you about in this session. En de titel van waar ik vandaag over wil spreken. It's called Step Out of Stuck. Het wil ik noemen Stap uit vastzitten. Can you see that image up there? Kun je dat zien, het plaatje? Two Wellingtons. Twee laarzen. Do you call them Wellingtons here? No. What do you call them? Laarzen. Who? Laarzen. In Australia. In Australia, where I was last week, they call them gun boots. Vorige week was ik in Australië, toen noemden ze het geschutslaarzen. So gun boots, boots you call them? Yeah. We noemen ze laarzen. Wellingtons we call them. We noemen ze Wellingtons. After one of our sea admirals called Admiral Wellington. Een van onze admiraals vroeger, admiraal Wellington. They named this waterproof boot after him, ze Lord Wellington. Deze watervaste laars naar hem vernoemd. Like all history facts, that is also useless to you. Zoals bijna alle historische feiten is dit ook eigenlijk helemaal nutteloos. But those boots are where someone used to be. Maar deze laarzen staan waar iemand ooit was. And I want you to think about this situation here with me today. En ik wil dat je nadenkt over deze situatie hier. Because there's a place called Bethesda. Want er is een plek Bethesda. Apparently. En blijkbaar. It was reputed that people got miracles here. Is het verhaal dat eronder gaat dat mensen hier wonderen konden meemaken? And so people desperate for a miracle. Dus mensen die op zoek waren naar een wonder. Would spend a lot of time there. Die brachten daar veel tijd door. Years in fact. Jaren zelfs. This individual perhaps had been there over 20 years. En deze persoon die was hier waarschijnlijk al meer dan 20 jaar. Waiting for a miracle. Wachtend op een wonder. These people were so sick they had no other option but a miracle. En deze mensen waren zo ziek dat ze geen andere optie hadden dan een wonder. Now we don't know whether anybody actually ever did get a miracle here. We weten niet of iemand hier echt een wonder meemaakte. The rumor was enough for desperate people to stay there. Het verhaal dat eronder ging was genoeg voor mensen om daar naartoe te gaan. So these desperately ill people lived at Bethesda. Dus deze mensen die echt wanhopig ziek waren, die woonden daar rond die vijver. Waiting for an angel that apparently occasionally stirred the water. Wachtend op een engel die blijkbaar af en toe dat water aanraakte. When that happened, the first sick person in the water got healed. En als dat gebeurde, dan was de eerste zieke persoon die in het water was, die werd genezen. But I want you to see that Bethesda was really a trap. Maar ik wil je laten zien dat deze plaats eigenlijk een val was. Bethesda is a place where people went and got stuck and stayed stuck. Bethesda is een plek waar mensen naartoe gingen en waar ze vast kwamen te zitten. Because this man wasn't just an invalid in his physical body. Want deze man was niet alleen invalide in zijn natuurlijke lichaam. He wasn't just stuck physically. Hij was niet alleen in het natuurlijke vast komen te zitten. He was stuck mentally and emotionally. Hij was emotioneel en mentaal ook vast komen te zitten. Because he was waiting for a miracle that had not come for decades. Omdat hij wachtte op een wonder dat tientallen jaren nog niet gebeurd was. And I want you to see Bethesda as a metaphor for stuckness. En ik wil dat je deze plaats ziet als een metafoor voor vast komen te zitten. Some of you here today are stuck. Sommige van ons zitten vast. The idea of being stuck has been part of your vocabulary recently. Het idee van vast komen te zitten is deel geworden van jouw vocabulaire. Perhaps someone that's not here comes to your mind already as I speak about being stuck. Misschien denk je aan mensen die hier helemaal niet zijn, die jou in je denken te binnenschieten als we hierover praten. And I want us to examine the nature of why Bethesda made people get stuck. En ik wil samen onderzoeken waarom het zo is dat deze plaats ervoor zorgde dat mensen vast kwamen te zitten. Because I want you to see Bethesda as any role, any job, any relationship. Want ik wil dat je ziet dat dit staat voor iedere baan, iedere functie, iedere relatie. Any situation, any problem, any mentality. In iedere mentaliteit, iedere situatie en ieder probleem. That you are currently stuck in. Waar jij op dit moment in vast zit.
hoping better days will come. Hopend dat er betere dagen zullen komen. That you are sort of lying down, as it were, inside something that's not changing because you think it's going to get better. Dat jij als het ware vastzit in iets, ergens ligt te wachten op iets dat niet beter gaat worden. And the clock's ticking and time's going and it's not getting better. En de klok tikt en de tijd gaat voorbij en dingen worden niet beter. And the reason why no one thinks Bethesda is the problem. En de reden dat niemand denkt dat Bethesda het probleem is. Is because apparently here good things happen. Dat is omdat het verhaal eronder gaat dat hier goede dingen gebeuren. The fact that the good things haven't happened to you yet doesn't matter. Het feit dat de goede dingen jou nog niet overkomen zijn, dat maakt dan niet uit. The chances that it might be your turn next are enough to keep you there for years. En het feit dat jij misschien de volgende bent die aan de beurt is, dat houdt jou daar vast. So Jesus must have known about Bethesda, and Bethesda must have known about him. Dus Jezus wist over Bethesda, maar Bethesda had waarschijnlijk ook geweten over hem. Because Jesus and Bethesda are both in the miracle business. Want allebei waren ze een soort van in de business van wonderen doen. So Jesus comes to Bethesda. Dus Jezus komt naar Bethesda. Walks into the middle of this situation. Hij loopt deze situatie binnen. And made inquiries about who was there. En hij vroeg wie zijn hier. Someone must have said to Jesus, "See that guy there? He's been here forever." En hij had misschien wel gehoord, die man daar, die is hier al zo lang. He's been here 20 years. Hij is alweer meer dan 20 jaar. So Jesus goes to the worst case scenario. Dus Jezus gaat naar het slechtste voorbeeld dat daar is. And asks him a question. En hij stelt hem een vraag. Which strikes me as a very rude, non-compassionate question. En het komt over als een heel onbeleefde, onmedelevende vraag. Saying do you want to get well to an invalid seems rude to me. Hey, ik vind het een beetje beledigend als je vraagt aan een invalide, wil jij weer beter worden? It's like asking someone in a wheelchair, do you want to get well? Als je vraagt aan iemand in een rolstoel, zou je weer beter willen worden? Or someone that's paralyzed, do you want to get well? Of iemand die verlamd is, wil jij weer beter worden? Which has got to help us to see this about Jesus. En we moeten begrijpen als je dit ziet bij Jezus. If God ever asks you anything obvious, something not obvious is going on. Als God jou iets heel logisch en duidelijks vraagt, dan is er iets anders onduidelijks ook aan de gang. And something not obvious is the reason Jesus is asking him. En iets wat niet duidelijk zichtbaar is, dat is de reden waarom Jezus hem die vraag stelt. Do you want to get well? Was Jesus' way of trying to find out how much damage has Bethesda done to him? Wil jij weer genezen? Dat is de vraag die Jezus stelde om te ontdekken hoeveel schade heeft Bethesda jou aangedaan. The man's answer tells us Bethesda had done a lot of damage to him. Het antwoord dat de man gaf liet zien dat deze plaats hem heel erg beschadigd heeft. Because when Jesus said you want to get well, he didn't say yes. Want toen Jezus zei wil je weer genezen, zei hij niet gewoon ja. Which seems to me crazy. En dat vind ik bizar. He must have known that Jesus was who he was. Want hij had moeten weten dat wie Jezus was. He's been waiting for 20 years. Hij had ook al meer dan 20 jaar liggen wachten. Then the miracle worker comes and says to him, "Do you want to get well?" And he doesn't say yes. En dan komt er iemand die echt wonderen kan doen. En die vraagt, wil je genezen? En dan zegt hij niet ja. What he did instead was, he began to educate Jesus about Bethesda. En in plaats daarvan ging deze man eens even uitleggen hoe het werkte in Bethesda aan Jezus. And he said to Jesus, "You clearly must be a newcomer around here." En hij zei tegen Jezus iets in de richting van het lijkt wel alsof u hier nog een beetje nieuw in bent. Let me explain to you the system. Laat me even het systeem aan u uitleggen. We have a system here. We hebben hier een systeem met elkaar. And the system is, het systeem is als volgt. One of us, één van ons allemaal, once a year, die kan ongeveer één keer per jaar, if we're first into the pool, als we de eerste zijn in het water, get a miracle. Een wonder meemaken. And my problem is, en mijn probleem is, I'm too far from the pool. Ik ben te ver weg van dat water. Because I suppose the pool was like one of those conveyor belts where you get your luggage at the airport. Want ik denk dat het is een beetje als van die bagagebanden op het vliegveld. Everybody stands right close to it. Iedereen staat er heel dichtbij. And you can't see your bag coming. Je kan dan op een gegeven moment je koffer zien aankomen. So maybe right next to the pool were all the Germans. Dus naast recht naast dat water stonden alle Duitsers. They get there early and claim their place. Die zijn altijd heel vroeg en op tijd en die nemen hun koffers mee. But this guy is too far back. Maar deze man was veel te ver naar achter. And so he said to Jesus, dus hij zei tegen Jezus. Other people have friends that stay with them all the time in case the angel comes. Al die mensen hebben vrienden en die blijven bij ze. Want stel dat de engel nou komt.
But I have no friends to help me get in the water. Maar ik heb geen vrienden om mij te tillen naar dat water toe. And he didn't realize that as he's explaining the system. En hij realiseerde zich niet dat hij het systeem aan het proberen uit te leggen was. He is describing a system that's rigged for failure. Hij is een systeem aan het uitleggen dat ingesteld is op falen. Because if you're involved in a system. Want als jij betrokken bent in een systeem. That's one person once a year. Dat één persoon één keer per jaar. And those that are more able to get in get the miracle, and you're not one of them. En dat de mensen die dan dat wonder kunnen meemaken, zijn altijd de mensen die in ieder geval beter kunnen lopen dan jij. Then I'm not surprised you've been here 20 years. Dan is het geen verrassing dat die al 38 jaar daar ligt. Because your turn is never going to come. Want dan gaat het jou nooit overkomen. Is what Jesus must have been thinking. Dat is wat Jezus waarschijnlijk gewoon dacht. And the problem with Bethesda. En het probleem met Bethesda. The problem with the thing that you're stuck in. Het probleem met datgene waar jij in vast zit. The relationship you're stuck in. De relatie waar je vast in zit, the friendship you're stuck de vriendschap waar je vast in zit, the job you're stuck de baan waar je vast in zit, the problem you're stuck in, het probleem waar jij in vast zit, the attitude you're stuck in, de houding waar jij in vast zit, the mentality you're stuck de mentaliteit waar je in vast zit, the belief system you're stuck de dingen die jij gelooft waar je in vast zit. And believe me, much of the church across Europe, we are stuck in ways of thinking that are our problem as to why we can't reach the world. En er zijn in veel kerken in Europa problemen die ervoor zorgen dat we vastzitten in iets hoe we de wereld niet kunnen bereiken. When your problem, when your stuckness, wanneer datgene waar we vast in zitten, becomes subject to a system, als dat onderdeel wordt van een systeem, it means that your problem suddenly becomes highly organized. Dat betekent dat jouw probleem plotseling georganiseerd wordt. Some of you have highly organized problems. Sommige van ons hebben georganiseerd of gestructureerde problemen. And when people say to you, do you want to be free from that? En als mensen tegen jou zeggen, wil je daar vrij van komen? You don't say yes anymore. Dan zeg je niet meer ja. Because now it's much more complicated want in your mind. Het wordt veel gecompliceerder in jouw denken. And some of you have very organized worry. Sommige van ons hebben heel georganiseerde zorgen. Some of you have very organized unforgiveness. Sommige van ons hebben heel georganiseerde onvergevingsgezindheid. Some of you have very organized bitterness. Sommige van ons hebben georganiseerde bitterheid. You have very organized regret. Of georganiseerde pijn en very spijt. Very organized guilt or shame. Georganiseerde schaamte of schuld. It's very organized. Now it's a system. Het is deel van een systeem geworden. It's a way of life. Het is deel van je leven geworden. And this is why you're stuck. En daarom zit je er ook in vast. And someone else that's not stuck, en iemand anders die daar niet in vast zit. With zero gravity thinking, die niet door de zwaartekracht weer naar beneden gehaald wordt. Can walk into your stuckness, die kan dan daar zo binnenkomen wandelen. And ask you a simple question, en jou een simpele vraag stellen. And you have a very complicated answer. En dan heb je een heel moeilijk antwoord. It's just not that simple, want zo simpel is het niet meer. Is what this man said to Jesus. Dat is wat deze man eigenlijk probeerde te zeggen tegen Jezus. When it really was that simple. Terwijl het eigenlijk wel simpel was. And this is the trap of Bethesda. En dit is de val van Bethesda. It traps you into believing. Je komt vast te zitten in geloof. That your turn is coming. Dat jouw beurt nog wel komt. While saying it's your fault that you're not healed yet. Terwijl je tegelijk bedenkt of dat systeem tegen jou zegt, het is jouw fout dat je nog niet genezen bent. Because the man said it's my fault. Want de man zegt het is mijn fout. I can't get into the water in time. Ik kan het water niet op tijd in. So what no one at Bethesda realized was, dus wat niemand in Bethesda zich realiseerde, that their miracle was not at Bethesda. Dat hun wonder was niet in Bethesda. Their miracle was in leaving Bethesda. Hun wonder lag in Bethesda achter zich laten. So this man has a very organized paralysis, a very organized invalidity. Deze man had een heel georganiseerde invalide zijn. Because he's part of the once a year one person system. Want hij was deel van dat beperkte systeem, één keer per jaar één persoon. Which statistically meant that he would never get a turn. Dus dan had hij statistisch gezien nooit zou hij nooit gaan genezen. Secondly, het tweede, he has a cultural support group. Hij had een culturele supportgroep for his problem. Voor zijn probleem. That helps him stay stuck. Dat hem alleen maar daarin vasthield. Because he only did life with people that were as sick or sicker than him. Want hij leefde alleen maar met mensen om hem heen die net als hij waren. And that group he did life with around the pool, all waiting for a miracle. Dus die groep mensen om hem heen die allemaal hetzelfde wonder verwachten. Were who he spent every day with for decades. Dat waren de mensen waar hij al 38 jaar lang iedere dag mee door had gebracht. And the company that he kept was as stuck as he was. En de mensen om hem heen zaten net zo vast als hij. And some of you are stuck because you keep company with other people that are as stuck as you are.
Sommigen van ons zitten vast omdat we optrekken met die mensen die net zo vast zitten als wij. So you have a cultural support group that help you stay stuck. Dus je hebt een culturele supportgroep die jou helpt om vast te blijven zitten. Your friends are as stuck as you are. Jouw vrienden zitten net zo vast als jij. All your conversations are about analyzing how stuck you are. Al je gesprekken gaan over analyseren hoe vast je wel niet zit. Imagine doing life 24/7 with other people that are just fading away and dying like you are. Stel je voor dat jij je leven doorbrengt 24/7 met mensen om je heen die ook dodelijk ziek zijn. If you've ever had a sickness in your life that lasted for any length of time, als jij ooit een ziekte hebt gehad die heel lang is, die je heel lang hebt gehad, you'll remember, and some of you are there right now. En sommige van jullie zijn daar misschien op dit moment. You'll know how much of your conversation gets taken up with your sickness. Dan zul je gaan ontdekken dat een groot deel van jouw gesprekken gaan over die ziekte. Every conversation becomes about your medication, your symptoms. How are you today? Elk gesprek gaat weer over jouw medicatie en de symptomen en hoe het met je gaat vandaag. You hate it when people say, how are you today? Because you're fed up with talking about it. En je vindt het niet leuk als mensen weer aan je vragen hoe gaat het met je vandaag, want je wil er niet meer over praten. And you've only been sick for 2 months. En dan ben je misschien nog maar 2 maanden ziek. And it fills your world. En het voelt alsof dat jouw wereld is. You wake up to texts asking you how are you? How did you sleep? Je wordt wakker en je ziet berichtjes. Hoe is het? Hoe heb je geslapen? You have another conversation yet again about what the doctor said to you last week. En je moet weer opnieuw gaan vertellen wat de dokter aan je heeft verteld vorige week. And now you find everybody else that has the same sickness start to find you. En je begint te ontdekken dat mensen met dezelfde ziekte jou beginnen te vinden. And so your whole life becomes defined by that support group. En jouw leven begint gedefinieerd te worden door diezelfde groep. So this man has a cultural support group. Dus deze man heeft een culturele supportgroep. So the system organizes his problem. Waar het systeem zijn probleem organiseert. The culture supports his problem. En zijn probleem support. And then the third way that these people are stuck. En het derde waarin deze mensen manier waarop deze mensen vastzitten. Is they are stuck structurally. Dat is dat ze structureel in hun structuur vastzitten. Remember when we read that this place has 5 covered colonnades. Weet je dat we net lazen dat er 5 pilaren waren in deze plaats? Now because many of you won't know what colonnades are because it's not something you talk about every day. En het is niet een ding waar je dan dagelijks over spreekt. I was just thinking about colonnades, were you? No. En ik zat net aan te denken over van die zuilengalerijen, toch? I'm going to show you a picture of colonnades. Wil ik je wat laten zien? Colonnades, as you'll know, are all over the ancient architecture of Europe and the Far East. En zoals wij waarschijnlijk wel weten, in onze oude architectuur en ook in het oosten had je heel veel van dit soort gebouwwerken. Colonnades were like the modern day equivalent of air conditioning. En dat was eigenlijk de vroegere variant antwoord wat we vandaag als airconditioning hebben. They were built to give shade to people that had to do their commerce and business in an outdoor life. En deze werden gebouwd om mensen van schaduw te voorzien daar waar ze eigenlijk in de open lucht moesten zijn. And they were made beautiful and ornate. En ze werden ook mooi gemaakt. And they were very carefully engineered. En ze werden heel goed gebouwd. So that at any time of day some of it would be in shade. Zodat in ieder deel van de dag een gebied van schaduw was. And you could do your business, you could go for a coffee, hang out with your friends in the colonnades. En je kon altijd in die zuilengalerijen gesprekken voeren, afspreken met mensen en werken. So they were built to assist your day to make your social time more comfortable because it was built for shade. En het werd dus gebouwd om te voorzien in schaduw, zodat jouw dagbesteding, wat je ook deed, comfortabeler werd. So around this water at Bethesda were 5 of these. Dus rond dit water van Bethesda waren 5 van dit soort bouwwerken. In other words, the colonnades at Bethesda made your stay there more comfortable. Dus in andere woorden, deze zuilengalerijen die zorgden ervoor dat jouw verblijf daar comfortabeler werd. While you're waiting for a miracle, terwijl je wachtte op een wonder. The colonnades made you comfortable because they shaded you from the sun. We zorgden ervoor dat je lekker in de schaduw kon verblijven in de tussentijd. So the system organizes your problem. Dus het systeem organiseert jouw probleem. The culture supports your problem. De cultuur support jouw probleem. And the structure institutionalizes your problem. En de bouwwerken maken het alleen maar permanenter. Now there is this permanent structure that says to you, you can wait here all of your life. En nu is er een structuur, dus een bouwwerk dat jou uiteindelijk faciliteert om heel je leven te liggen wachten. And many of us have colonnades in our mind. En velen van ons hebben van dit soort bouwwerken in ons denken.
We have ways of thinking that shelter our problem and protect our stuckness. Dat onze manier van denken uiteindelijk een schaduw geeft aan die problemen en aan de dingen die waar we vastzitten. We have mindsets and mentalities. We hebben mindsets en manieren van denken that have become so established in our heads. Die zo vast zijn gaan zitten in ons hoofd. That we can't see that itself is part of the problem. Dat we niet zien dat dat op zich al deel was van het probleem. There's no place like the church for colonnades of the mind. En er zijn soms geen betere plekken te vinden dan kerken. Where we settle into ways of thinking that themselves waar dit soort galerijen in ons denken gevestigd zijn. Are part of what's making us stuck. Die deel uitmaken van het feit dat we vastzitten. And I want you today to have the confidence and the courage to decide to step out of stuck. En ik wil dat je vandaag de vertrouwen en de moed krijgt om uit te kunnen stappen uit het vastzitten. I want you to find the courage today. Ik wil dat je die moed vandaag vindt. To begin to step away from om weg te stappen van your Bethesda. Jouw Bethesda. Because Jesus said to him, want Jezus zei tegen hem, here's an idea. Hier is een idee. Get up. Sta op. And walk away. En loop weg. And he must have been so shocked at Jesus saying that to him. En hij was waarschijnlijk zo geschrokken van het feit dat Jezus dat zei. But I get it's as if Jesus was saying to him, by the way, you could have done this at any time. En het klonk bijna alsof Jezus een soort van bijna zei, dit had je trouwens al veel eerder kunnen doen. It's just no one's ever told you that this was an option. Alleen niemand had jou ooit verteld dat dit een optie was. Because you think your only option is to be first in the water. Want jij denkt dat jouw enige optie is om het eerst in het water te moeten zijn. Some of you think the only way to get unstuck is one way. En sommigen van ons denken de enige manier waarop ik hier weer uit kan komen is één manier. And you're locked into that one way. En je zit te wachten en je zit vast aan die ene manier. And so you're waiting for a phone call. Dus je wacht dat telefoontje af. And you're waiting for someone to help you. Je wacht op iemand die jou gaat helpen. And you're waiting for that opportunity. Je wacht op iemand die mogelijkheid biedt. And it's not coming. En die komt niet. Because you've convinced yourself when God intervenes, it will come through that person in that way. Want je hebt jezelf overtuigd van als God dan gaat helpen, dan gaat het op die manier gebeuren door die persoon. And people say to you, it'll come, just wait. En dan zeggen mensen tegen je, het gaat gebeuren, wacht maar. You're not ready yet. Je bent er nog niet klaar voor. God's not ready yet. God is er nog niet klaar voor. And so you wait. Dus je wacht. And it's very organized. En het is georganiseerd. And your friends around you support it. En je vrienden om je heen die steunen dat. But you are stuck. Maar jij zit eigenlijk vast. And we come into the last part of 2017. En dan komen we in het eind van 2017. And you are stuck. En je zit nog steeds vast. Like you were this time in 2016. Zodat we, zoals een jaar geleden dat ook al was. And you're gonna step into 2018. En dan ga je aan 2018 beginnen. And you're gonna have a new year's resolution. En je hebt een nieuw jaar en je gaat nieuwe voornemens. And you're gonna promise yourself, I will not be stuck anymore. En je gaat jezelf beloven, ik ga eruit komen. But by this time next year, maar rond deze tijd volgend jaar, you'll still be stuck. Zit je nog steeds vast. Because you have to get up and walk away from your stuckness. Want je moet opstaan en weglopen van het vastzitten. Let me have my boots back up. Laat me even weer het plaatje zien van de laarzen. Because you and your boots are not the same thing. Want jij en jouw laarzen zijn niet dezelfde dingen. You can leave your boots. Jij kan jouw laarzen achterlaten. Your boots are stuck, not you. Jouw laarzen zitten vast, niet jij. You're not stuck. Jij your boots zit niet are vast. Stuck. Jouw laarzen zitten vast. And your boots represent something you have to step out of. Jouw laarzen staan voor iets waar je uit moet stappen. And I could be on the dry ground watching you stood there shouting, step out, step out. En ik zou op het droge kunnen staan en roepen, stap eruit. And you'd say to me, can't you see how stuck I am? En jij zou dan zeggen, kijk maar, ik zit toch heel erg vast. And I'd say, no, step out of your boots. En ik zou zeggen, nee, stap uit je laarzen. You'd be like, I can't do that. Maar ja, nee, dat kan ik toch niet doen. I love my boots. Ik hou van mijn laarzen. My boots protect me. Mijn laarzen beschermen mij. My boots are expensive. Mijn laarzen zijn duur. I love these boots. Ik hou van die laarzen. And by the way, I wouldn't want to put a bare foot into that. En trouwens, ik wil niet met mijn blote voeten door de modder gaan lopen. How uncomfortable, how scary would that be? Dat is vies. Je weet niet wat er in de grond zit. But until some of you step out of your boots. Maar tenzij sommigen van jullie uit je laarzen stappen. Step away from stuck. En datgene wat vast zit achterlaten. You will stay there and keep sinking. Zul je nog altijd in die laarzen vastzitten en langzaam wegzakken? And I wonder if you could do one thing today. En ik vraag me af of jij vandaag één ding kan doen. One thing. Eén ding. That takes a step away from Bethesda. Die een stap wegzet van Bethesda. It may be as simple as this. Misschien zo simpel als dit.
I am deleting myself from the family WhatsApp channel. Ik haal mezelf weg uit de familie WhatsApp groep. I'm deleting myself from the friends WhatsApp channel. Ik haal mezelf weg uit de WhatsApp groep van mijn vrienden. I don't want to be part of that conversation anymore. Ik wil niet in dat gesprek blijven zitten. That may be the one thing you can do today. Dat zou misschien één ding kunnen zijn dat jou helpt vandaag. And it's not glamorous, it's not huge. Het is niet gigantisch, het is niet heel fancy. This isn't about looking for huge things today. En we moeten vandaag ook niet op zoek naar hele grote dingen. This is about starting small. Het gaat over klein beginnen. No one needs to know about it, perhaps. Niemand die daar misschien over hoeft te weten. Maybe you decide today for once in months to not return that person's phone call. Don't pick up. Misschien dat je vandaag besluit om een keer niet die telefoon op te nemen van die persoon die belt. Because you know that relationship is part of what's keeping you stuck. Ja, want jij weet dat die relatie deel uitmaakt van hetgeen waarom je vastzit. Some of you need to get another job. Sommige van ons moeten een andere baan nemen. And step away from how stuck you've got in that job. En wegstappen uit hoe vast jij nu zit daar waar jij nu werkt. Some of you need to completely begin to change your mindset that's not working for you. Sommigen van ons moeten onze manier van denken compleet veranderen, want het werkt niet. And read something different. En we moeten iets anders gaan lezen. Talk to someone that doesn't think like you. Met iemand anders gaan praten die niet denkt zoals jij. Get outside the box. Get outside of the way you normally do life. Om uit te stappen uit die manier waarop jij normaal gesproken in het leven staat. Some of you, you're stuck in a routine. Sommigen van ons zitten vast in een routine. And your routine is killing you. En jouw routine zorgt ervoor dat het jouw einde and wordt. So tomorrow, dus morgen, you need to do something that changes your routine. Moet je iets anders doen dat jouw routine verandert? I dare you. En ik daag je uit. To go to work a different way. Op een andere manier naar je werk te gaan. I dare you. En ik daag je uit. To get a different haircut. Om een ander kapsel te nemen. I dare you. Ik daag je uit. To get a different hair color. Om een andere haarkleur te nemen. I dare you to eat something different. Om iets anders te eten. Try a food you've never tried. Eten wat je nooit eerder hebt geprobeerd. I dare you. Ik daag je uit. To speak to someone you avoid. Om iemand aan te spreken waar je normaal altijd omheen loopt. I dare you to intentionally speak to a person you would avoid. En ik daag je uit om bewust met iemand te gaan praten waar je normaal gesproken niet mee zou gaan praten. Speak to a homeless person. En misschien een dakloos persoon. Speak to a down and out. Misschien iemand die heel depressief is. Speak to a homosexual. Misschien een homoseksueel. Speak to a lesbian. Misschien een lesbie. Speak to a transvestite. Misschien een travestiet. Speak to somebody that's very wealthy. Misschien iemand die heel rijk is. Speak to someone that's black. Misschien iemand die donker is. Speak to someone that's from a different world. Misschien iemand die voor jou uit een heel ander milieu komt. Ik daag je uit. To lift your chin tomorrow morning. Om je kin op te heffen morgen. And see at the end of that wrist that serves you your coffee. En aan het eind van jouw pols te zien dat wat jouw koffie serveert. Is a person. Daar zit iemand aan vast. And you don't know their name. En je kent die persoon misschien and niet. You see them every day. En iedere dag kan het zijn and dat je hem never know their name and they don't know your name. Jij weet hun naam niet, zij jouw naam niet. I dare you tomorrow morning. Morgenochtend daag ik je uit. Step out of your stuckness. Om uit te stappen uit dat wat het ook is waar je vast zit. And acknowledge and speak to a stranger. En erken en praat met een vreemde. And force yourself to get uncomfortable. En zet jezelf ertoe om oncomfortabel te worden. Getting unstuck. Om niet meer vast te zitten. And today I've come to be your getting unstuck coach. Ben ik vandaag even je niet meer vastzitten coach. I promise you. Ik beloof je. We are sick and tired. Dat wij soms moe worden. Let alone you. Laat staan jullie, maar wij zijn al moe. We as pastors and leaders are sick and tired. Wij als pastors en leiders zijn moe. Of laying hands on people. Van handen blijven leggen op mensen. We'll come for a miracle. We willen een wonder. When your miracle isn't here. Terwijl hun wonder is niet hier. Your miracle is here. Hun wonder is hier. Your miracle is not in a prayer line. Jouw wonder ligt niet hier vooraan wanneer er gebeden wordt. Your miracle is between your ears. Maar jouw wonder gaat zich afspelen tussen je oren. The greatest unexplored space in the world. De grootste onontdekte plaats in de wereld. Is between your ears. Is tussen jouw oren. The greatest uncharted territory in the world. Het grootste ongerepte gebied in de wereld. You gotta get that Dutch pioneer spirit. We moeten die Nederlandse pionier spirit. That discovered lands all over the world. Die overal landen hebben ontdekt. And explore that and explain that unexplored space between your ears. Dat moeten we eruit krijgen en dat hier gaan toepassen. And realize that you're getting unstuck isn't a hand on your head. En ons realiseren dat wij niet meer vastzitten, dat heeft niets te maken met een hand op ons hoofd. It's you beginning to change your behavior. Het is dat jij jouw gedrag begint te veranderen. On just
ordinary stuff. In hele normale dingen. And so I dare you. Dus ik daag je uit. Starting today. Begin vandaag. Do one thing. Doe één ding. That's like stepping away from your Bethesda. Dat jou doet wegstappen van jouw Bethesda. Do one thing that's like stepping out of your boots. Doe één ding alsof je uit je laarzen stapt. Towards freedom. Richting vrijheid. Towards a new beginning. Richting een nieuw begin. Towards your miracle. Richting jouw wonder. And don't try something big and huge. Don't try that. En probeer niet iets groots en mega. If you'll do one thing every day this week. Als je deze week iedere dag iets doet. However tiny it is. Hoe klein het ook is. By this time next week. Dan zul je rond deze tijd volgende week. You'll realize. Realiseren. I don't need prayer. Dat ik dat gebed heb, ben ik niet van afhankelijk. I'm doing better without prayer. Ik doe beter zonder dat gebed. Because my problem was never going to be answered by prayer. Want mijn antwoord lag niet in het antwoorden van het gebed. It was going to be answered by my taking responsibility for my life. Mijn antwoord lag in het verantwoordelijkheid nemen voor dat gebied in mijn leven. This week, deze week, to get financially unstuck. Om financieel niet meer vast te zitten. Some of you are stuck financially. Sommige van ons zitten financieel vast. Here's what I dare you to do. Dit is waar ik je in uit wil dagen. I dare you to stop spending what you don't have. Ik daag je uit om niet meer uit te geven wat je niet hebt. No goosebumps in here today. Er zijn hier weinig enthousiaste reacties. No one in here feels the anointing. Niemand hier voelt de zalving. But you'll be okay. Maar toch, het zal goed met je blijven gaan. Seriously. Maar echt waar. I get fed up with these people. I'm going to get declared debt free in Jesus' name. Ik word soms moe van mensen die dit declareren zichzelf schuldvrij in Jezus' naam. It doesn't matter who declares what over you. Maakt niet uit wie wat proclameert over jou. The people you owe money to were not in the service. De mensen aan wie jij nog geld schuldig bent zitten waarschijnlijk niet in deze dienst. And until you pay up. En tenzij jij dat dan toch terugbetaalt. They'll keep chasing you. Dan zullen ze nog steeds achter je aan blijven gaan. I dare you this week to get some scissors. Om een schaar te pakken. On your credit card. En jouw creditcard erbij te pakken. And do plastic surgery. En een beetje plastic chirurgie toe te passen. And stop spending what you don't have. Om dingen niet meer uit te geven wat je niet Instead hebt. Of having sleepless nights. In plaats van slapeloze nachten. And worrying about money. En zorgen maken over geld. And you come for prayer because you're worried. En dan kom je voor een gebed omdat je je zorgen maakt. And you come for prayer because you're not sleeping. En je komt voor gebed omdat je niet slaapt. And you're on prescription medication. En je bent misschien op het medicijnen. And you think you've just got to get into the water as soon as it's En je stirred. Denkt van zodra dat water gaat bewegen dan moet ik er gewoon instappen. You've got to be the first to come for prayer. En je gaat de eerste zijn die voor gebed komt. And you've been doing it for 5 years. En dat doe je al 5 jaar zo. And you're still stuck. En nog steeds zit je vast. So you've got to be open to a new idea. Dus we moeten openstaan voor nieuwe ideeën. Here's the new idea. Dit is het nieuwe idee. Take charge of your life. Neem verantwoordelijkheid voor jouw leven. Get up and leave your Bethesda. Sta op en laat dat Bethesda voor jou achter je. Starting today. Vandaag begin je daarmee. Come on, let's stand together. Laten we staan met elkaar. Funny, isn't it? Because this guy gets his mat and starts to leave Bethesda. Het is grappig, want deze man neemt dus zijn mat op en hij begint inderdaad Bethesda achter zich te laten. Then he bumps into a Pharisee. En dan botst hij tegen een Farizeeër. Who says, "Whoa, hang on." En die zegt, "Oh, wacht." It's the Sabbath. Het is Sabbat. Who told you to pick up your mat? Wie heeft jou gezegd dat je vandaag je mat moet opnemen? He's just escaped a system he's been stuck in for 20 years. En deze man is net ontsnapt uit het systeem waar hij 38 jaar aan vast zat. Then here comes another system. En dan komt er een ander systeem, botst hij tegen het lijf. Watch for that. Pas daarvoor op. You'll start stepping away from your stuckness this week. Als je stapt uit een systeem en je stapt weg uit datgene waar je vast in zat. And then somebody else will come and try to make you stuck with something else. Dan zal je zien dat er iemand anders tegen het lijf loopt waarin je misschien weer vast gaat komen. This week some of you have to stop being polite. Dus deze week moeten mensen soms misschien stoppen met vriendelijk zijn. And you have to be rude. En je moet een klein beetje onbeleefd worden. Be rude this week. Wees onbeleefd deze week. Some of you are afraid of being called rude. Sommige van ons zijn bang om onbeleefd genoemd te worden. Because you said don't call me anymore. Omdat je zei je moet me niet meer bellen. I'm not part of that anymore. Ik wil daar geen deel meer van uitmaken. And they said that's very rude of you. En dan zeggen ze dat is heel onbeleefd. Fine. Van je. Then live with being called Prima, rude. Prima, wees dan maar eventjes okay met dat je onbeleefd genoemd wordt. Being called rude won't kill you. Staying stuck will. Uit vast blijven zitten zal je uiteindelijk jouw einde zijn. Onbeleefd genoemd worden niet. Some of you need to get back some of that
aggression. Sommigen van ons moeten weer die passie of agressie terugkrijgen. Some of that, you know, you stood in here singing, tell the devil not today. En je stond hier te mee te huppelen met de vertel de duivel niet vandaag. But you're singing it here. Maar je zingt het hier. But that's not what you're saying out there. Maar dat is niet wat je buiten zingt. Tell the devil not today, but then when you leave this building, you're saying yes, devil, yes, devil, yes, devil. Maar als je dan naar buiten loopt, die zegt ja, duivel, nee, duivel, ja, duivel. The Bible says, resist the devil, and he'll flee from you. De Bijbel zegt, weersta de duivel, en hij zal van je wegrennen. Some of you think it says, assist the devil. Sommigen van jullie lijkt het meer alsof je leest, assisteer de duivel. So you got to stop assisting the devil. Stop met het assisteren van de duivel. Some of you are putting the devil out of business. Sommigen van ons die geven de duivel verder geen werk meer. You're doing a better job yourself than he is. Jij doet het nog beter dan hij. You know what we need to say to many Christians? To many Christians we have to say. Weet je, tegen veel christenen moeten we zeggen. Come out of that demon and leave it alone. Kom uit die demon en laat hem alleen. We need to deliver demons from Christians. We moeten de demonen uit christenen halen. Of de christenen uit de demonen halen. Because you can't stand here. Want tell je kunt the devil niet staan not today. Vertel de duivel niet vandaag. Then all week be stuck in a mindset that's killing you. En dan heel de week vastzitten in een manier van denken die jou doodmaakt. Stop it. Stop daarmee. Stop it this week. Stop daarmee deze week. Don't ask for prayer. Vraag niet voor Don't gebed. Be shabba-dabba doing over Wees niet allerlei vreemde dingen aan het doen. Just decide, maar, I'm done with being stuck, I'm done with it. Kies ervoor, ik ben er klaar mee dat ik vastzit hierin. Get some strength, get some aggression, get Neem some wat focus. Agressie, wat kracht, wat focus daarvoor. And do one thing today.